Met 9 tienen en 1 negen is Simran Rago van OS1 Nieuw Nikeri de best geslaagde go-glower van 2016 geworden. Vandaag heeft in TBL Cinemas de prijsuitreiking plaatsgehad van de Go Glow Awards. Rotary Club Paramaribo Residents, organisator van dit jaarlijks terugkerend evenement, huldigt de best geslaagde leerlingen van de 6e klas. Leerlingen met minimaal 60 punten voor de 7 vakken komen in aanmerking voor een Go Glow Award. Het award is bedoeld om leerlingen van de lagere school te stimuleren om hun uiterste best te doen nu en ook tijdens hun verdere studie. Simran Rago, die met 69 punten de best geslaagde van Suriname is, geeft aan hoe ze dit resultaat heeft bereikt. Moet studeren, hard studeren. Je lessen moet je zeker niet opsparen. Ik ben ook gemotiveerd door ouders en leerkrachten. En ik heb ook aan sport gedaan. En je moet niet te veel studeren, dat je dan op den duur hoofdpijn krijgt en dat je alles vergeet. Studeer tenminste een uur, rust daarna en later kan je weer even studeren. Vivien Hanenberg, president van de Rotary Club Paramaribo Residents, spreekt van een aanzienlijke groei. De Go Glow Awards worden al voor de 15e keer uitgereikt. In 2001 waren er 44 Go Glowers en dit jaar 136. Voor het komend jaar gaat een commissie binnen de Rotary het Go Glow project evalueren en zodoende ook kinderen uit het binnenland de gelegenheid geven om in aanmerking te komen voor een Go Glow Award. Er is een commissie die Go Glow gaat evalueren en die commissie binnen onze Rotary Club die zal met adviezen, ja, voorstellen komen hoe dat volgend jaar aan te pakken. En waaraan we denken bijvoorbeeld is ook de kwestie in het binnenland. Ja, hoe wij, ja, daar een bijdrage kunnen leveren, dat we dan ook uit het verre binnenland studenten kunnen hebben die ook in aanmerking komen voor Go Glow. Dat heeft de commissie meegenomen als huiswerk en we hopen, ja, volgend jaar toe toch wel positieve resultaten te hebben met betrekking van onderwijssituatie in het binnenland. Muriel Hoepel, onderdirecteur van het ministerie van Onderwijs, zegt dat de inzet van de leerkrachten en de ondersteuning van de ouders ook waardering geniet. Ze hebben het fundament gelegd voor de excellente prestaties van de Go Glowers. Hoepel riep de leerkrachten op om het onderste uit de kan te halen bij de leerlingen en aan hun onderwijs en aan hun onderwijs op maat te bieden, zodat ze jaarlijks samen met de pupillen tot de beste mogen behoren. De vrije school heeft de meeste go-glowers afgeleverd, namelijk 9. De school heeft een bedrag van 3000 SRD ontvangen voor deze prestatie. De best geslaagde, Simran Rago, kreeg 2000 SRD en nog vele andere prijzen. Alle go-glowers kregen naast hun award ook een aanzienlijk gevulde tas, dankzij sponsoring van het bedrijfsleven. Na de uitreiking vertrokken de go-glowers naar de Paramaribo Zoo voor een educatieve dagtocht en een heerlijke maaltijd.